Wij staan hier in het Koehoornpark bij deze ontwortelde maar nog levende boom. Deze boom wordt op zijn kop opgehangen in een kunstwerk, want er is hier volgende week een festival. Het festival van de ontaarde boom en ook van de ontaarde mens. Ik ga eens even vragen aan initiatiefnemers Daan en Willem hoe het er nu voor staat. We gaan de boom openen. Dus de installatie is dan helemaal klaar. En die wordt, daar hebben we happenings omheen. We beginnen eigenlijk met een diner. Waarin we ook gewoon mensen bij elkaar brengen die elkaar niet per se heel goed kennen of zo, maar die wel iets met dat thema hebben. Het gaat steeds over het onderzoek naar ontaarding of ontworteling. Als park is dat wat we als club mensen hiermee bezig zijn echt heel graag willen. De initiatieven vanuit de stad. Het festival bestaat eigenlijk in essentie om het verzamelen van verhalen over ontworteling uit de omgeving. Hun verhaal wordt opgeschreven en die verhalen die komen in flessen. En tijdens de diners worden die flessen als flessenpost gepresenteerd. En kunnen de mensen die flessenpost aan elkaar voorlezen. En dat is een soort begin van het gesprek over die ontworteling. Als je eenmaal met de bril van ontworteling rondkijkt, dan ga je wel echt nieuwe dingen zien. Een mooi voorbeeld wat ik veel zie bij bijvoorbeeld migranten van verder weg. En op het moment dat mensen iets ouder worden, zeg maar 35 plus, dan gaan ze meer terugkijken. En dan gaan ze meer naar hun identiteit op zoek. En dan zie je ook bijvoorbeeld bij migranten vaak een soort melancholie ontstaan. Een soort heimwee naar die wortels. Die mensen vallen vaak tussen het wal en het schip. Die hebben daar niet meer echt hun wortels. En hier ook nog niet echt. Dus dat is eigenlijk een soort rouwproces ook. Waar ze doorheen eigenlijk zouden moeten. Om verder te kunnen. Oké, jongens, jullie zijn studenten of niet? Ja. Jazeker. Ja. En ik tref jullie hier in het Koehoornpark. Hier is volgende week een festival over je ontaard voelen, ontworteld voelen. Kennen jullie dat gevoel? Het is een redelijk bekend gevoel. Zeker. Ja, ik ben nu aan het afstuderen. Een redelijk ontwortelde situatie. Want? Je bent alleen maar in je hoofd en het project is het enige wat bestaat op dit moment. Want het is niet een heel gezonde situatie, denk ik. Maar... Je associeert ontworteling met ongezond. Ja, het lijkt me heel prettig als je gewoon ergens kan staan en voelen van oké, ik ben hier. Hoe zit het met jouw gewortelde gevoelens? Als ik echt een eerlijk antwoord moet geven op geworteld zijn, ik denk dat ik dan eerder een soort mos ben. Mijn wortels gaan nooit überhaupt heel erg diep. En als ze op een steen zitten met genoeg vocht erop, dan kan je die steen ook nog prima op een andere plek neerzetten en dan is er niks aan de hand. Nee, ik vind het juist wel fijner om gewoon overal nergens te zijn. En hoe zit het met jou? Anderhalf jaar geleden of zo ben ik verhuisd ook voor mijn studie hier naartoe. Voor het eerst bij mijn ouders weg. En dat is best wel heftig, vond ik. Dat je opeens uit je directe omgeving, de normale gewende omgeving, weggaat. En je moet je eigen plek weer vinden. En dat heeft voor mij best wel een tijdje geduurd eigenlijk om me hier een beetje thuis te voelen. Maar zoals al gezegd werd, ik denk dat het vooral meekomt met wanneer je vrienden maakt en de mensen om je heen je thuis doen laten voelen, denk ik.